Ruben Valk, iedereen staat hier letterlijk en figuurlijk bij te komen. Wat een wedstrijd. Ja, het was een hele zware wedstrijd. Wij zijn volgens mij later begonnen dan Rijnvogels. Dat voel je op een gegeven moment ook wel in je poten. Maar die lange rustperiode die hadden wij ook wel nodig als ploeg zijnde. Ja, want het draait uiteindelijk op een verlenging uit en op strafschoppen. En daarin ben jij belangrijk met twee penalties die je direct pakt. Ja, goed, die keeper van hun pakt ook gelijk de eerste volgens mij. Dan denk je al gelijk, god, wat zal het dan niet. Komt die tweede pakken, dat is lekker. Dan hoop je dat die gasten naar binnen schieten. Het leek er zelfs nog even op dat jij op een gegeven moment moest gaan nemen met al die missers. Ja, het was een lange reeks. Nou, gelukkig kwam dat niet aan bod, want ik denk dat de kramp in mijn been had geschoten. Je had het net al over inderdaad die korte aanloopperiode die jullie hebben gehad. Had jij daarom in de verlenging hoop dat het nog zou gaan lukken voor jullie? Want zij oogt inderdaad wel wat fitter. Nou, ik denk dat het een beetje gelijk opgaand was. Ik weet niet of hun fitter waren. Bij hun zag je ook dat er minder drijf naar voren was. En dat ze ook minder aan het voetballen waren. Wat ze tweede helft wel aan het doen waren. Ik denk dat de eerste helft voor ons was. Tweede helft voor hun. En ik denk dat het in de verlenging twee kanten op kon gaan. Het valt jullie kant op. Nog geen bekersproken, want zover zijn we nog niet. Maar VVSB en de KNVB-beker, dat matcht over het algemeen toch wel aardig. Maar de laatste jaren niet. De laatste jaren niet, dus dat is niet helemaal waar. Maar als je doet op 9 jaar geleden, dan wel ja. 2016. 15, 16. Ja. Toen stond jij ook onder de lat. Het is nog lang weg hoor. Waar jullie toen waren. Maar is het iets wat in de groep leeft, dat je weer zo'n serie wil neerzetten? Ja, Wilfred zei het, beker is altijd een mooi avontuur. Ik denk dat er weinig gasten zijn, volgens mij alleen Tim en ik nog, die dat meegemaakt hebben. En Nicky heeft volgens mij met Odin ooit meegemaakt. Het is gewoon altijd een fantastische ervaring. En laten we hopen dat we zover kunnen komen. Dan nog even over de competitie. Rijnvogels wil hoge ogen gooien. Ik denk dat jullie hebben laten zien dat jullie aardig aan elkaar gewaagd zijn in deze competitie. Wel wat kwijtgeraakt. Wat zijn jullie ambities voor de competitie? We hebben het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Volgens mij zijn we pas drie weken bezig. En volgens mij moeten we eerst maar een keer tegen iedereen een keer spelen. En dan zien we wel waar we staan. Rustig vooruitkijken. Juist, precies. Oké, dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft.